Mark van der Marel, hoe is de stemming? Ja, het is even slikken denk ik na afgelopen zondag. En, we hadden toch allemaal meer van verwacht denk ik. En nu, maar nu is het vizier weer op Groningen, we moeten weer. Zij staan er goed op en wij wat minder. En, maar wij zijn gebrand om het goed te maken. Groningen, de volgende tegenstander, daar heb jij niet vaak van verloren. Nee, klopt. Ja, ik vind Groningen ook een leuke tegenstander om tegen te spelen. Vergelijkbaar met ons denk ik. En, ja, ook met play-offs en beker de afgelopen tijd heb ik veel tegen ze mogen spelen. En, tot nu toe is de balans aardig in mijn voordeel. En, ja, goed, ik hoop dat we dat voort kunnen zetten. Weet je wanneer je voor het laatst verloren hebt van Groningen in competitieverband? Dat is twee seizoenen geleden geloof ik. Een goal van Texera. Heel goed. 1-0 inderdaad. Groningen is nu koploper. Wat zegt jou dat? Ja, goed, het is één ronde. Hè. Maar ik heb heel veel delen van die wedstrijd gezien. En, zag er heel goed uit, fris en fruitig. En, ze hebben zware bovenliggende partijen ten opzichte van NEC. En het zag er heel goed uit. Dus we weten dat het aan de bak moet in ieder geval. Wat viel je op in dat duel? Dat het achterin goed stond. En dat ze met fris aanvalspel toch de goal opzocht. En, het zag toch goed uit met goed verzorgd positiespel. En, daar zullen we ons tegen moeten wapenen. Wat heeft u dan geleerd uit van het duel tegen Go Ahead Eagles? Nou, dat het wat volwassener mag. De eerste helft is er weinig aan de hand. En heb je het aardig onder controle, dus laat me vlagen aardig precies wel zien. Alleen, ja, na rust is er begin heel slecht. Een directe tegenkool en daarna zijn we van slag. En komen niet meer in ons eigen spel. En dat moet er recht uit. Groningen, je gaat dan waarschijnlijk ook slapen. Is dat vervelende wedstrijd, dat je dan ook daar slaapt? Nee, nou goed, ik vind dat nog prettiger dan wanneer je bijvoorbeeld op zondag een beetje moet haasten. En nu is het op zondag, dan zou je het eventueel kunnen doen. Maar ik vind het ook wel fijn voor de focus. En je bent met elkaar, dus dan kan je wel wat gevoel hebben dat er wat ontstaat. En dat is met de play-offs staat ook telkens een hotel. En toen is dat wel gebleken. En nu hoop ik dat we daar weer onze vruchten van kunnen plukken. Kijk nog eens goed naar links, wat zie je dan? Wat ik zie, dat is stadion de Galgenwaard. Ja, weet je wanneer je daar pas weer in speelt? Dat is een weekje of drie, denk ik. Ja. Ja, dus het is jammer dat we gisteren maar een punt hebben kunnen houden. En, maar goed, laten we dat voor een week of drie anders zijn.